van niks moois te voelen. Ja, kom zo bij u. Ik wil de salade van addergebroed met willendressing en dan de moot koolvis in het bekje van Roemeens spookgras met geplette aardappelbouilleten. Doet u mij de envelop met gesmoorde krentstengeltjes en schijfjes Javaanse groensluiers. Doet geen postzegel op. Postzegel? Op de envelop. Het is toch envelop met gesmoorde krentstengeltjes en schijfjes Javaanse groensluier? Met een fijne redondin saus, ja? Nou, ik hoef geen postzegel op de envelop. Want ik stuur hem niet, maar ik eet hem op. Dat wil zeggen, niet de postzegel. Ik vrees dat we geen postzegel voor u hebben. Ik wil niettemin toch wel even voor u informeren. Ik zeg juist dat ik geen postzegel wil. Oh, ik dacht... Forget it, forget it. Wat is het probleem nu, John? Er is helemaal geen probleem. Oh, want anders heb ik wel een postzegel. Dat wil zeggen, meestal wel. Van hoeveel? Oh, zeg. Ik geloof wel, Rembel, dat ik nou geen... De ober heeft geen gevoel voor humor, that's all. Oh, jawel hoor. Wat is dit? Ik sta onder de douche, ik draai aan de koudwater en aan de warmwaterkraan en voel of de watertemperatuur naar mijn zin is. En welk hoofdgerecht kiest u? Oh ja, Mira, wat had jij? De moot koolvis in het bekje van Roemeens spookgras met geplette aardappelbouleten. Ik wil ook de koolvis, maar dan niet in zo'n bedje, maar gewoon op een matje op de grond. Op een bord, sorry. En nog zo'n flesje? En, hoe vind je het hier qua interior decorating? Qua ontwerp, de inrichting? Afschuwelijk. Oh. Ik heb dit hier ontworpen van Mira. Zelden zoiets smakeloos gezien. De heer Paul, eigenaar van deze zaak, had mij gevraagd het hier zodanig in te richten en te decoreren... dat tenminste de helft van zijn cliëntele slechts de helft van het bestelde eten zal nuttigen. Waarom wil hij dat de mensen hun bordje niet leeg eten? Dat zal ik weer even uitleggen. Hoe meer er op die borden achterblijft, hoe meer nieuwe schotels mijn kok van de resten kan formeren. Luister, Mira. Ik ben een ontwerper die volledig uitgaat van de wensen van zijn cliënten. Jij hebt je een lelijke oude kast van een huis laten aansmeren. Ik zal het voor je omtoveren tot een paleis. Op je nieuwe huis. Wees maar niet bang, alles wordt precies zoals jij het wil. Maar ik weet zelf niet wat ik wil, hoe wou jij dat dan weten? Daarom heb ik gezegd, wij gaan eerst samen ergens eten. Dat ruimt. Kunt u misschien iets harder praten? Ik kan het zo net niet verstaan. Nou, waarom komt u dan niet gewoon bij ons zitten? Wou u soms ook een vorkje meeprikken? Nou, dat sla ik niet af. Nou, nee, is niks meer. Oh, ik begrijp het al. U denkt, zolang hij zit te eten, kan hij toch niks opschrijven. G. Braadslee, je bent het! Wie is in godsnaam G. Braadslee? U bent verdomme vandaag al de vierde die mij voor G. Braadslee houdt. De vijfde. Ja, ik dacht het afhankelijk ook, maar ik denk, ik zeg maar niks. Fraai is dat. En mij eerst omstandig uitleggen dat er een verstandhouding en een vertrouwensrelatie moet zijn tussen opdrachtgever en ontwerper. Wil er een voor beide partijen bevredigend eindproduct uitrollen? Nog eens? en mij eerst omstandig uitleggen dat er een verstandhouding en een vertrouwensrelatie moet zijn tussen opdrachtgever en ontwerper, wil er een voor beide partijen bevredigend eindproduct uitrollen? Bevredigend eindproduct uitrollen, heb ik! Ja, nee, dat zei hij. Ik zou toch zweren dat ik u dat net hoorde zeggen? Maar Mira, daar zijn wij nu hier toch mee bezig. Waar zijn wij mee bezig? Waar zijn wij mee bezig? Zullen we nog een flesje bestellen? Helemaal uit elkaar gevallen. Over, breng iets beters. En voor mij meteen een biscuitje. Waar waren wij gebleven? Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Vertel me eens. Nou, ik heb John Jeffers laatst kortelings ontmoet op een party ter gelegenheid van de heropening van het totaal verbouwde Moltenhotel, dat ik als zodanig heb opgenomen in mijn hotelketen, moet u weten. Dat ruimt. Open door. Maar gaat u rustig verder. Alles naar de zin? Nou, ja hoor. Hoe is het toch steeds nu mogelijk? Oh ja, ik ben dus Mira Swift-Balkema. Kortom, het komt erop neer dat ik allerminst tevreden was over de interior decorating van mijn nieuwe hotel. Enfin, John wierp zich op als binnenhuisarchitect, die het allemaal heel anders aangepakt zou hebben. Ik ben heel klein begonnen. Mijn vader had een meubelwinkel, annex woninginrichting. En toen ik daarin kwam, heb ik de zaak meteen groots opgezet. Een meubelontwerper vind je thans over de gehele wereld, zodat ik me thans meer ga toeleggen op het interieur als totaalbeeld. Oh ja, John. Interieuren als totaalbeelden? Daar moet ik nou net niks van hebben. Ik begin zo'n beetje te denken dat ik ga geloven dat er niks moois kan groeien uit onze kennismaking. En dat ik voor mijn huisje in Mooi Rochelte die Jan de Bouffrie eens ga proberen. Niet echt heel bruikbaar, maar het moet maar... Heeft u Jacques Plafond nog gezien? We hadden een afspraak hier aan de bar. Hi, ik ben Benemina Kutje Junior. Met 2 T. En ik wil graag een droge sherry. Ik doe meteen maar 2. Nou moet jij eens even heel goed luisteren. Ik doe niet anders. Dan zullen we maar Rempel geven. Gee, wat heb ik je gemist? Hoe kan dat nou? Gisteren heb ik nog een kaartje gekregen uit de Malediven. En je schreef me dat ik bij me moest neerleggen dat je daar goed zou blijven. Jan, in godsnaam houd je gemak. Maar je bent G helemaal niet. G is veel meer. Jan Vos, hoe maak je dat? Hé, Sjaak, ik heb fantastische muziek gemaakt. Dat is echt heel goed gelukt. Ik weet zeker dat het een groot succes wordt. Heb je nou eindelijk over je tekst af? We moeten echt nodig gaan repeteren, hoor, Sjaak. Ik speel namelijk de hoofdrol in een musical die Jacques Plafond en Jan Plot hebben geschreven. Het gaat over het tragische leven van een in de war geraakte rijke vrouw die in de handen valt van een moderne binnenhuisarchitect en tenslotte zelfmoord pleegt. Laten we maar gauw gaan. Zo, dat is niet mis. Woon je hier? En ik dacht altijd dat je op 4 hoog achter in een saneringswijk hokte met... hoe heet ze ook alweer? Oh ja, maar ik woon nu alweer een tijdje hier. Wel aardig, hè? Leuk optrekje, moet ik zeggen. Heb een drink. Ik een whisky. Oh, doe mij maar een sherry, Jan. Ja, dat is allemaal wel reuze gezellig. Maar we zouden toch vanavond repeteren in de Doctorandus Frits van Zantenhal? Nou, er is een klein probleempje. De Frits van Zantenhal wil ons ineens niet meer hebben. Ze hadden er absoluut geen vertrouwen meer in dat wij de boel op tijd voor elkaar zouden krijgen. Terwijl de première pas volgende week is, zou zijn. En hier, ik heb al mijn tekst al klaar. En ik heb nu ook een titel, Addergebroed. Addergebroed? Hoe kom je daar nou op, Jacques? Ja, hoe kom jij op je melodietjes? Ja, dat schiet me zomaar te binnen. Dat is als het ware, wordt dat gepresenteerd in mijn hoofd en dan... Nou, ik vind die melodietjes van jou vaak ook erg gezocht, hoor, Jan. Oh ja? En wat dacht je dan van die titel van jou, Addergebroed? Alsof dat niet gezocht is. Die heb ik niet gezocht, die heb ik gevonden. Op een menukaart. Ja, waar slaat het op? Op onze musical! Wat maken jullie hier nou nog ruzie over? Onze musical is immers toch al lang van de baan, omdat jij weer veel te laat met die teksten afkomt. Ja, wat zonde van al die catchy tunes die ik daar allemaal speciaal voor in elkaar gefabriekt heb. Ik weet het. Waarom treden we daar niet gewoon mee op in het jongerencentrum De Buk in Eilal? In het afgetakelde ex-katholieke jeugdhonk. Na ons laatste optreden is het daar totaal verbouwd. Ik hoor het die directeur nog zeggen toen we die puinhoop achterlieten. We zien jullie nog eens aankomen, dus... Nou, dat kan wel zo zijn, maar je hoeft niet te denken, Jacques, dat ik die afgeraffelde flutteksten van jou ga staan uitkramen. Komt dat even goed uit, want ik weet een veel geschiktere dame voor die rol. Kom op, Jan, we gaan hier repeteren. Hallo? Restaurant Potverdomme? Ja, moet u horen. Er zitten bij u 2 mensen. Ja, ik begrijp ook dat er meer mensen bij u zitten, maar... Of eigenlijk begrijp ik dat ook helemaal niet goed, want... Dat is niet tevreden, nee, precies. Maar dat gaat mij nu even... Maar als u even wil luisteren, het gaat om 2 mensen. Ik heb... Ja... Het is niet te geloven. Welk een schitterend interieur. Ik wil onmiddellijk een ontmoeting hebben met de ontwerper. Oh, dat kan, want die staat hier voor je neus. Die originele opstelling van een webinair. Dat grenst aan het geniale. Wat doe jij hier in het huis van Ria Verhaalte? Ria en ik hebben samen iets. Mag ik dat zo samenvatten, meneer John Jeffers? Ria had mij gezegd dat hier vanavond niemand zal zijn om ons te ontvangen, omdat zij aanwezig moet zijn op een feestje dat haar reclamebureau van Raalte en Bijsterveld vanavond geeft in de Multitudizaal van het Moltenhotel. Juist. Ik stel er dan ook bijzonder op prijs dat u hier vanavond bent en mij dan toch nog in de gelegenheid stelt dit prachtige, door mij ingerichte pand aan de Peterschatlaan te laten zien aan mijn cliënte, mevrouw Mira Swift-Balkema. Aha. Vandaar dat u dadelijk en zonder te vragen naar enig waarom bent ingegaan op mijn via de ober aan u gerichte verzoek hier naartoe te komen. Gaat u toch zitten? In het restaurant dacht ik toch met een volslagen gek te maken te hebben. Nou, daar zat u dan niet ver naast. Ik ga hier weg, gegroet. Oh. Hé, jongen. Maar nu ik zie hoe u hier woont. Meneer Plafond, vergeeft u me de brutaliteit. Maar toen u liet informeren of mevrouw hier naar de Peterschatlaan wilde komen in verband met een mogelijke rol in een musical... Toen heb ik meteen een collega van me gebeld om voor me in te vallen. Dat viel nog niet mee, want hij was net gisteravond ook al ingevallen van weer een andere collega. En die, ik heb altijd al bij het theater gewild. Daar ben ik helemaal gek van. Oh, is dat daarvan? En ik dacht, als u nou toch nog aan het casten bent, dan valt er misschien voor mij ook nog een rolletje af. Ik herken u meteen van radio en televisie en... Wilt u wat drinken? Ik kijk even in de kaart. U hebt mij hier laten komen om mij te vragen voor een rol in een musical. Daar heb ik mijn hele leven nu al van gedroomd. Maar als kind van rijke ouders heb je zo verdomd weinig kansen in je leven. Mijn schermutseling met de heer Jeppers in het restaurant had tot doel uw kwaliteiten in het vlak van de spontaneïteit te toetsen. En daar komt namelijk ook voor... Wat is dit allemaal voor onzin? Zeg op, wat moet ik doen? Nou, de eerlijkheid gebiedt mij om u te zeggen dat het nog niet geheel zeker is of die productie echt van de grond komt. Er zijn namelijk nog wat financiële haken en ogen. Nou, met een beetje goede wil redden we het best, hoor, Jacques. Houd op je kop! Geld speelt geen rol. Ik wil eerst weten wat ik moet doen. Oh, kijk, ik heb hier een som, ja? Oh, dat gaat ongeveer zo. Maar Jacques, dat is toch dat duet dat ik samen met Kutje zou doen? zou ik het nog beleven, ook al is het maar heel even, die grote liefde die nooit meer overgaat. Ik wist niet wat mij overkwam, toen jij me in je armen nam. Nu weet ik me geen raad, oh waarom doofde die vlam? Zullen we het nog een keer proberen? Kunnen we weer bestemd zijn voor elkaar? Liefde gaat niet zonder scheuren in je kleren. Houden van elkaar is niet zonder gevaar. Liefde zeg het maar. Ik sta weer voor je klaar. Nooit wilde ik mij geven aan liefde voor het leven. Liefde was voor mij een tijdverdrijf, een spel. Maar jij richtte iets in mij aan, waarvan ik niet wist dat het kon bestaan. Het brandde heel fel, maar het was ook snel gedaan. Zullen we het nog een keer proberen? Kunnen we weer bestemd zijn voor elkaar? Liefde gaat niet zonder scheuren in je kleren. Houden van elkaar is niet zonder gevaar. Liefde, zeg het maar. Ik sta weer voor je klaar. Liefste, zeg het maar. Ik sta weer voor je klaar. Dat zijn de gleufjes. De gleufjes. Die heb ik hier laten komen omdat we vanmiddag na de pauze nog een gat hadden. En omdat mijn dochter Merel erin meespeelt. Ja, maar Jan, dat is toch totaal niet geschikt voor onze musical? Waarom niet? Wat een lul, 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 oh, wat een lul. Een boetje met zo'n knullige, lullige, onbenullige lul. Don't think that you in the een grapje. Dames en heren, wat is dit? Nou? Nou? Ik weet het nog niet. Ja, ik weet het natuurlijk wel. Maar wat voor grapje ik ermee zou kunnen maken. Dat ik dus heel wat anders uitbeeld dan je denkt. Geen nood, op de première schiet me wel wat te binnen. That's the spirit. Wat is dit, Jacques? Wie zijn dit allemaal? Oh, Ria, is het al weer zo laat? Mag je je voorstellen, dit is Ria, mijn vriendin, en dat is haar compagnon van de zaak. Ria, we konden plotseling niet terecht in de Frits van Zantenhal, dus en volgende week hebben we première. Wat een vulgaire teksten. Hè? Ik zie van iedere verdere medewerking af. Ton, ga mee. Pardon. Hé, hey, jij hier? Ik had je toch van gezegd dat vanavond niet schikte? Ja, maar... Waarom doe je zoiets, Jacques? Jan Vos, hoe maakt u het? Ja, ik heb veel over u gehoord. Ze doen het wel leuk, hè, die gleufjes. Nou, Dit is nog altijd mijn huis. Lieve Ria, ben je dan al helemaal vergeten wat je 14 dagen geleden tegen me zei? Toen we elkaar voor het eerst in de armen vielen. Ria, ik ga nu maar. Doe dat. Ik zie je morgen op de zaak. Blijf alsjeblieft vannacht bij me, zei je. Nou, dat kwam mij wel goed uit, want ik was juist die avond uit mijn huis gegooid. En toen zei jij... Mijn huis is jouw huis. Nou. Het is toch niet te geloven, hè, hoe die Plafond altijd weer de mooiste wijven weet in te palmen.